Dirk Boehlé uit Hulst is helemaal vanuit Brazilië naar Nederland gekomen om deze wedstrijd te kunnen spelen. De wedstrijd van zijn leven, want er valt een ticket te verdienen voor het WK Beachvolleybal dat later dit jaar in Nederland wordt gehouden. Hij speelt samen met Van der Ham en ze spelen erg goed. Let maar op, hier de bal van Van der Ham over het net en dan staat het 21-10 in de eerste set. Oftewel 1-0 voor Boehlé Van der Ham tegen het duo Kemink-Vismans, die wel eerste staan op de plaatsingslijst en dus niet zomaar zijn afgeschreven. De tweede set gaan ze ook een stuk beter. Het staat hier 15-20 als Kemink en Vismans er 15-21 van maken. 1-1 in sets. De derde set is heel spannend. Het blijft ook heel lang spannend. Hier zien we Dirk Boehlé in de aanval. En Dirk Boehlé met een uiterste krachtsinspanning krijgt de bal terug van Van der Ham en dan maakt hij hem zo af. Helemaal teruggekomen dus vanuit Brazilië om deze wedstrijd te spelen. Ja, hij wist niet dat dit kwalificatietoernooi eraan zat te komen. Dat had de bond niet verteld. 3 weken van tevoren hoorde hij dat. En nu dus met Van der Ham eigenlijk een gelegenheid spelen, want daar speelt hij nooit mee in de finale. En dan wil hij hem winnen ook. En kijk hoe hij dit punt weer binnen weet te houden. Hij speelt echt prima, Dirk Boehlé. En hij haalt deze punt weg op matchpoint van Kemink en Vismans. Des te knapper, maar we krijgen een nieuw matchpoint. Het staat 16-15 voor Kemink en Vismans, maar dit is geen goede bal van Van der Ham. Gaf die bal zo cadeau, maar Boehlé weet hem nog te redden. Nu staan ze uit positie, Boehlé en Van der Ham, en dat wordt afgestraft. Kemink en Vismans gaan naar het WK Beachvolleybal en dat terwijl zij zo'n goede wedstrijd speelden. Kwamen 1-0 in sets, maar Boehlé gaat voorlopig nog niet naar het WK Beachvolleybal. Hij krijgt in mei nog een nieuwe kans. Hij kan zich nog plaatsen via de Eredivisie, maar dit was de mogelijkheid.